€63.500 tot €125.000. Het kabinet kondigde gisteren weer een nieuw steunpakket aan voor ondernemers. Maar die ondernemers klagen nog steeds over de rol van de banken. Die zijn in deze coronatijd te streng bij het geven van hulp, vindt ondernemersvereniging In Retail. Nou, vooral veel ondernemers die op dit moment natuurlijk steeds hoger in nood komen door het gebrek aan liquiditeiten. Daarvoor eigenlijk bij hun huisbankje hier willen aankloppen en steeds meer eisen krijgen. Terwijl ze het juist nu het hardst nodig hebben. Ja, de Vereniging van Banken zegt dat ze alleen kredieten of regelingen opstellen als dat verantwoord is. Ja, dan die Belg die het dus bond maakte. Bond is een ander woord voor de dingen. Nee, een bedenkelijke tijd, kun je dat niet zeggen? Een bedenkelijke Belg. Veroordeeld tot de celstraf van 3 jaar. De reden zijn rijgedrag. Deze man, 34, is tot nu toe al 77 keer veroordeeld.